Hoe zorgen we er samen voor dat iemand zijn laatste levensfase zo goed mogelijk doormaakt? Tijdens dialoogbijeenkomsten spraken verpleegkundigen en vrijwilligers met elkaar over samenwerking in hospices, zorginstellingen en met mensen thuis. En de waarde daarvan voor de cliënt en de mantelzorger. Over het luisteren en het bieden van aandacht en steun aan alle betrokkenen. Over het echt van betekenis zijn voor iemand in de laatste periode van zijn leven. Maar er waren ook vragen. Wat kunnen en mogen vrijwilligers doen? En hoe werken zij samen met verpleegkundigen en mantelzorgers? Deze samenwerking heeft voor iedereen voordeel. Vrijwilligers vullen aan wat mantelzorgers doen. Zoals waken, voorlezen en hulp bij verzorging. Ze verrichten geen medische handelingen. Mantelzorgers krijgen de gelegenheid om op adem te komen, een boodschap te doen en 's nachts rustig te slapen. En het geeft verpleegkundigen een gerust gevoel om te weten dat er iemand is als zij er eventjes niet zijn. Vaak horen we: had ik maar geweten dat ze er zijn, dan had ik ze eerder ingezet. Dus weet dat ze er zijn. Ga met elkaar in gesprek. Want samen zorgen we ervoor dat niemand alleen hoeft te sterven. Er zijn 11.000 vrijwilligers beschikbaar door heel het land. Kijk op vptz.nl/organisaties.